Goedemorgen, beste mensen. Van harte welkom. Dat we hier samen zijn in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest. Genade zij en vrede vanwege God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Vandaag mogen we dankbaar vieren dat God aan Jezus nieuw leven gaf. Ja, de Heer is waarlijk opgestaan. In de schaduw en de duister van de dood is het licht opgegaan. Deze vreugdevolle boodschap klinkt vandaag in deze kerk en over heel de wereld. Laten we in deze Eucharistie de verrezen Heer ontmoeten, hem danken, lof en eer brengen. Aleluya.
Op de eerste dag van de week kwam Maria Magdalena vroeg in de morgen, het was nog donker, bij het graf. En zag dat de steen van het graf was weggerold. Zij liep snel naar Simon Petrus en naar de andere, de door Jezus beminde leerling, en zei tot hen, ze hebben de Heer uit het graf weggenomen en we weten niet waar ze hem hebben neergelegd. Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf. Ze liepen samen vlug voort, maar de andere leerling snelde Petrus vooruit en kwam het eerst bij het graf aan. Vooroverbukkend zag hij de zwartos liggen, maar hij ging er niet binnen. Simon Petrus, die hem volgde, kwam ook bij het graf en trad wel binnen. Hij zag dat de zwartos er lagen, maar dat de zweethoek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de zwartos lag, maar ergens afzonderlijk opgerold op een andere plaats. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en geloofde, want zij hadden nog niet begrepen hetgeen er geschreven stond, dat hij namelijk uit de doden moest opstaan. Woord van God. De voorbije week is een bijzondere week geworden. In het licht van de aanslagen in Zaventem en Brussel. De Leidensweek heeft heel concrete vormen gekregen en wel heel dichtbij. We zijn vooral overvallen door een gevoel van achterloosheid. Spijt alle inspanningen van politici, justitie, politie, het leger en zo meer. En het dreigingsniveau 3 in Brussel zijn ze toch kunnen toeslaan. En werden honderden onschuldige mensen slachtoffer. Dat was puur terrorisme, voor we zeggen. Het heeft met godsdienst niets te maken. Laten we hopen dat het met godsdienst niets te maken heeft. Want het zou een ware lastering zijn van de ware God om in zijn naam geweld te plegen en zulke laffe daden te stellen. Maar, broeders en zusters, omgekeerd is godsdienst wel belangrijk in het zoeken naar antwoorden op onze vragen en een uitweg uit onze machteloosheid en verdriet. Dat er zoveel kwaad, onrecht en geweld gebeurt in onze wereld, dat gaat God ter harte. Onze God is niet onverschillig bij wat ons hier overkomt. Integendeel, hij trekt het zich enorm aan. We mogen niet vergeten, het komt voor in passieverhaal. Als Jezus gestorven is aan het kruis, dan was het om de vorst van deze wereld, namelijk het kwaad, buiten te werpen. Om het kwaad in deze wereld te overwinnen, heeft God zijn eigen Zoon aan de wereld gegeven. En vandaag met Pasen vieren wij deze overwinning. Er is dus ondanks alles hoop. Broeders en zusters, van de week hoorde ik onder tal van reacties op de aanslagen iemand zeggen, wij kunnen dat wel. Wij zullen ze overwinnen. Ze leek me te suggereren, als we met z'n allen ons verenigen en ons goed organiseren, zullen wij deze klus wel klaren. Maar het is toch zeer de vraag of wij mensen alleen dat aankunnen. Het is natuurlijk goed dat wij meeleven met elkaar en dat we er alles aan doen om het geweld een halt toe te roepen. Maar we voelen toch ook aan dat wij geen heer en meester zijn over het kwaad.
onrecht en het geweld in deze wereld. Het gaat ons te boven. Het geweld en het onrecht, het kwaad in zijn vele vormen. Wij hoeven ook geen heer en meester te zijn. Wij zijn ook maar mensen. In die zin is het wijs van de vader van de jongeman uit Essen, die ook dodelijk werd getroffen in Zaventem, als hij zegt: het feit dat er fouten gemaakt zijn bij het onderzoek naar de terroristische cel die de aanslagen in Brussel pleegde, kan ik nog ergens begrijpen. Ik ben ervan overtuigd dat die mensen hun best hebben gedaan. Ze zijn geen robotten. Zeker als het gaat over informatie die mogelijk verkeerd werd ingeschat, kan ik begrijpen dat er fouten zijn gemaakt. Broeders en zusters, als het gaat over het kwaad en het grote geweld in de wereld, maar ook over de onmacht en de onvrede in ons eigen hart, dan hebben wij aan onszelf en aan elkaar niet genoeg. De wereld en de samenleving heeft God nodig. Ik wil het van jou aannemen dat er mensen zijn die hun godsdienst misbruiken. Maar daarom hoeven wij de ware God niet uit ons leven te vallen. We mogen fier zijn, christenen te zijn. Want Jezus Christus ging totaal geweldloos en met een hart vol goedheid met mensen om. Ook met mensen met kwade bedoelingen. En in diep vertrouwen op God, zijn Vader, heeft hij alle geweld en liefdeloosheid overwonnen. Vertrouwend op die God van Jezus, kunnen ook wij werken aan een nieuwe wereld. En hij zal ons bijstaan. Want als we vandaag vieren dat hij weer leeft, dan is het om dat leven werkzaam te laten zijn. In ons en in onze wereld. Broeders en zusters, laten we de komende paastijd aangrijpen om ons geloof steviger en standvastiger te maken, echter en concreter. Want ook hier in Vlaanderen zijn er getuigen nodig. Mensen die hun vertrouwen op God niet wegsteken, uit schaamte of schrik. Mensen die zonder hoogmoed en pretentie, maar oprecht en zonder vrees durven zeggen: ik geloof in God die liefde is. Ik geloof in Jezus Christus, de levende Heer. En ik geloof dat Gods geest in mij werkzaam is als een kracht die aanzet tot goede daden en uiteindelijk de macht van het kwaad zal breken. Laten wij nu opstaan en Jezus niet dood is, maar leeft, en dat is de prachtige nieuws aan iedereen.
met zo iemand die niet voor altijd weg is, maar dat hij gelukkig is bij God. Ook voor de overledenen van hele levenspartner van Mieke Sansen en zoon van Christian en Christine. En Herman de Smet, echtgenoot van Cola de Schoenmaker. Laten we bidden. Zodat hij ook toen zij gegeven hadden de beker in zijn handen, hij sprak een zegengebed om u te danken. Hij reikte de beker over aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier af uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van uw zonden. Hij zei hem toen ook: blijf dit doen, om mij te bedenken. Door hem en met hem en in hem zal zijn naam gebezen zijn, de Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in de eeuwigheid. Amen. In de Heerlijke tijd, verrijzen zijn uw naam, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
geef maar één wens, dat wij met hem door het leven willen gaan. Zegen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Amen, amen, en vrede. Halleluja, halleluja. Ik wens u allen een zalige dag.